Dat ik naar de wereld kan kijken door mijn ogen en dat ik het kan schilderen, geeft mij zoveel voldoening en geeft mij zoveel rijkdom. En ik ben daar zo onwijs dankbaar voor. Dus kunst is eigenlijk vrijwel alles voor mij. Ja. Внимание будет на мне. Я тебе только скажу единственное, где куда тебе смотреть. Окей, сидишь? На лампу. Ну-ка. Окей, расслабься. Спина. Голова немножко ниже. Вот, это уже лучше. 25 минут. Старт. Поехали. Ни пуха, ни пера к черту. Окей. Все будет хорошо. Het is zo onwijs moeilijk om te begrijpen wie ben jij? Wat voor mens ben jij? En er zitten zoveel lagen in jezelf. En het is een en al ontdekkingsreis. Eindeloos. Die je alleen met jezelf kan maken. En ik ben daar op zoek naar. En dat doe ik door middel van mijn schilderijen. Zij helpen mij om mezelf uit te zoeken. Dus als ik ooit begrijp wie ik ben, hoe ik in elkaar steek, wat ik nodig heb, wat mij gelukkig maakt, nou, hoewel, dat weet ik wel gedeeltelijk. Wat de kern van mij is, dat vind ik heel belangrijk. Svetlana Tartakovska is allereerst schilder en een ontzettend aardige vrouw ook. Heel sociaal, begripvol, meevoelend, gevoelig iemand ook zelf. En dat zie je in haar werk ook terug, vind ik. Het zijn allemaal gevoelige beelden, situaties en voorstellingen, onderwerpen, die allemaal gaan over menselijke gevoelens. Stuk voor stuk. Daaraan herken je haar werk ook direct. Zonder dat je dat direct weet, dan weet je toch van ja, dit is typisch zo'n situatie of een interieur met mensen. Of portretten of zo, waarin dat allemaal terugkeert. Wat ze erin stopt is helemaal ook zichzelf. En met zichzelf bedoel ik eigenlijk ook haar hele geschiedenis. Haar afkomst. Ze komt uit Oekraïne en die Oekraïnse wereld, uit haar jeugd ook voor een belangrijk deel, die zorgt ervoor dat ze schildert zoals ze schildert. Al die taferelen die ze schildert met mensen gaan daarover. De symboliek die ze gebruikt is ook echt wel afkomstig uit haar jeugd, uit haar leven in Oekraïne, waar mensen veel meer met dat soort symboliek bezig zijn dan wij. De combinatie van mensen, de bloemen die ze dragen, de planten of de natuur waar ze zich in bevinden in dat schilderij, hebben allemaal een symbolische betekenis en vertellen eigenlijk het verhaal. Maar dat is niet het enige. Als je langer naar de schilderijen kijkt, als je meer werk van haar ziet, dan denk je, ja nee, dat is een heel andere wereld ook. Dat is niet een wereld die we moeten beoordelen vanuit onze bekende wereld. Maar dat is de wereld van Svetlana. Dat is duidelijk. Daar kunnen we niet helemaal bij. Maar dat is wel wat ze laat zien en vooral laat voelen. Haar schilderijen laten vooral voelen. En dat doen ze dus op haar manier, door haar manier van schilderen ook. Ook technisch speelt dat een heel belangrijke rol daarin. In die gelaagdheid van gevoelens en in die gelaagdheid van schilderen. En dat is Svetlana die dat doet. Dat is haar wereld.
waren eigenlijk een heel klein appartementje. We woonden daar eerst met 2 gezinnen en was altijd heel druk. Dus wat ik deed, ik klom altijd op die kast daarboven. En van daarboven kon ik alles overzien, maar ik was echt heerlijk alleen. En gek genoeg, niemand zag mij, want niemand kijkt omhoog. Dus ik was daar alleen en op de kast stonden heel veel boeken. Boeken van sprookjes en boeken met prachtige plaatjes. En ik ging deze boeken doorbladeren. En ik had er al die voeding die ik nodig had voor mijn schilderij. En ik merk dat nu zelfs, zoveel jaren later, heb ik nog steeds dezelfde verhaal in mijn hoofd. En als ik buiten loop en op een gegeven moment een bepaald model zie, er loopt een prachtig meisje, dan denk ik, ja, dat is precies dat meisje dat in dat verhaal past, wat ik toen heb gelezen. En dan kom ik op haar af en dan vraag ik haar. En zo krijgt dat verhaal een beeld, een illustratie, een schilderij. Nou, wat je hier in mijn atelier ziet, is eigenlijk mezelf, mijn tweede huid. En mijn atelier is mijn toevluchtsoord. Het is niet alleen de plek waar ik schilder. Het is waar ik tot rust kan komen. Waar ik mezelf kan zijn. Waar ik echt mezelf kan zijn. En hier liggen overal kleden rond en bepaalde schilderijtjes. En zelfs als jij naar dat kleedje hier kijkt, is het ook een sprookje. Het sprookje wat ik toen op de kast kon lezen. Dus, en dat sprookje hing ook eigenlijk boven mij een beetje toen ik klein was. Dus deze beelden zijn in mijn hoofd en zullen nooit meer weggaan. Wat ook heel erg belangrijk is, dat zijn haar verzameling japonnen, jurken. Toen ze op een gegeven moment haar eigen versie van Rembrandts Flora-schilderij schilderde, is ze tijden bezig geweest om dat kostuum wat Flora bij Rembrandt draagt te naaien. Dus je herkent eigenlijk stukjes schilderij, zou je kunnen zeggen, in haar atelier weer terug in de vorm van wat al een model heeft gestaan en gelegen. Dan komt er een meisje in ons huis uit Oekraïne, uit het bezet gebied. En het is zo puur en het is zo eerlijk en het is zo mooi. En ik ben zo dankbaar dat ik haar mag schilderen. En het meisje is een boerendochter. Haar vader heeft een groot veld met zonnebloemen. Daarom ook de zonnebloemen in haar haar. Alleen deze zijn droog. Daarom kies ik ervoor om het meisje zo puur mogelijk neer te zetten, maar wel met in Oekraïnse kleding. En dat is het hemdje dat heet Wesewanka. En Wesewanka is een traditionele kleding in Oekraïne. En het wordt geborduurd, dus het borduurwerk op elke Wesewanka, op elk hemd, heeft een bepaalde betekenis. Het moet je tegen boze geesten beschermen.
En in de oudheid hebben vrouwen, moeders, oma's deze hemden voor hun geliefden geborduurd. En ze borduurden dus de veiligheid en de bescherming in het hemdje. Zodat mensen die dat gingen dragen, alle geluk, liefde en rijkdom konden ervaren. En dat wens ik deze mensen, dat wens ik deze meisje. Опавшие листья. Осень, безутешная вдова, плачет, снежный саван не готов. Под ногами мокрая листва, желтая, как лица мертвецов. И по ней, ни на кого не злясь, мы идем, и на своем пути много листьев втаптываем в грязь, просто нам удобнее так идти. А ведь так недавно их покров нас спасал от знойной духоты, переливом птичьих голосов нежил слух и навевал мечты. Ты не думай, друг, что я живу днем вчерашним, ты одно пойми. Мне не жаль опавшую листву, жаль, что так бывает и с людьми.